Het is een innovatieve visserijmethode. Wat eigenlijk afkomt van het oorspronkelijke boomkorvissen. Dit is dus de pulswing met daarin de pulsmodules. Dat zijn die waar die zwarte staarten aan hangen. Die gaan naar beneden toe, daar zijn ze onderaan het net bevestigd. En daar komen hele lichte stroomstootjes die dus de tong uit de zeebodem, uit het zand, vanaf de grond doen opschrikken om ze zodoende te vangen. Het is het hele probleem wat momenteel speelt met de pols, dat misschien verboden wordt, of in ieder geval voor een groot gedeelte verboden wordt. Wij zijn omgebouwd naar pols, omdat het oude systeem financieel niet meer haalbaar was, maar ook omdat de brandstof is, het gebruik is zoveel lager, dat is 50% lager. En dat geeft voor ons bedrijf een gigantische lager onkostenplaatje. En qua investeringen praten we dus al over 50 miljoen wat er dus geïnvesteerd is in de pulsvisserij. Ja. En dat is nog straks verloren. Het is hetzelfde als dat je zegt dat je hardop gaat roepen van, nou jongens, trek al de zonnepanelen maar van dak op. We gaan allemaal weer oude steenkolen energie gebruiken, want dat is beter. Het is niet alleen die brandstof. Het is als je motor de helft van de pk's eruit, dan trilt heel je schip prima. Dus de lampen gaan langer mee, de computers gaan langer mee. Maar ook omdat die vismethode, die pakt minder stenen van de grond en minder zand van de grond. Dus je netten gaan 3 keer langer mee. Maar ook je bakken aan dek waar die vangst ingestopt wordt. En je opvoerband en de uitzoekband, alles gaat 2-3 keer zo lang mee. Dus het werkt door. Werkelijk waar van de puntje van de kielte dan puntje van de mast. Nou, hoe nu verder? Kijk, er komt een belangrijke vergadering aan. We zitten in de triloog. Een triloog betekent dat de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement hun 3 verschillende standpunten over de technische maatregelen en dus ook de pulsvisserij, en dat moeten ze tot één brengen. En laten we zeggen dat die vergadering in de triloog, ja, dat komt nu echt op het eindpunt. En dat betekent ook dat er een besluit zou moeten gaan vallen. En dat betekent dat dat spannend is voor ons, want dat zou consequenties kunnen hebben. Eigenlijk denken we dat het sowieso consequenties heeft voor de pulsvisserij. Nou, kijk, een inschatting is op dit moment heel lastig te maken. Maar als we de verschillende standpunten pakken, van dus de commissie, het parlement en de raad, ja, dan kunnen we niet ontkennen dat het er op dit moment gewoon niet goed uitziet. En dat het er niet goed uitziet, is dat het consequenties heeft voor de 84 pulsvissers die we op dit moment hebben. En ja, het is de vraag van wat gaat daarmee gebeuren. Het zijn gewoon onzekere tijden. Wat ik zelf denk, persoonlijk, nou dat hangt een beetje 50-50. Ik ga van het een naar het ander steeds. Ik ben heel erg onzeker. Het zou een ramp zijn als dit verloren gaat voor de Nederlandse visserijsector. Omdat het gewoon een duurzame innovatie is. En dit willen we als vissers. We willen op deze manier kunnen vissen. Een nieuwe techniek die duurzaam is, innovatief, selectief. We kunnen hem nog veel selectiever maken als we de kans maar krijgen. Nou, we hebben veel bewondering voor de inzet van minister Schouten en ook het ministerie van LNV. Ik bedoel, ze doen er alles aan om ook die wetenschappelijke feiten rondom pulsvisserij bekend te maken in Brussel. En bij dus de andere lidstaten die wat minder positief over de pulsvisserij zijn. Ik hoop dat de Nederlandse regering zich niet met de kluik in het riet laat sturen. Gewoon hak opstellen, net als de Fransen en de Duitsers. Als je iets wil halen, stel je eigen hak op voor je eigen burgers. Opkomen voor de Nederlanders. De Nederlandse vissers dan in dit geval. Ja, er mag wel een tandje bij. Bijten. In plaats van aaien.